Hallo kijkers van Harmafrodo en welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag gaan we het hebben in deze video over een van mijn beste maatjes op YouTube. De YouTuber Jetter. En die heeft 500 abonnees gehaald. Dus in deze video wil ik hem graag even feliciteren. Eigenlijk niet. Ruben hier van Tussen de Ruben. En ik wil even zeggen, welkom bij mijn kanaal weer. Jongens, het is de Ruben dat ik een video op mijn kanaal vandaag. Ga ik gewoon even informeren. Ik denk eraan om mijn kanaal te stoppen. Ja, is dit goed mogelijk? Nog één keer zo. When you want to get off the darkest ground. Wow, Milan. Je denkt dat je zomaar districtjes kunt droppen? Zonder ook maar hulp te vragen aan de district king? Hey, maar zo zijn we niet getrouwd, manneke. Milan, wil je krijg je daarom dat de... You should go feathers and see this too. Wat? Dat is mijn reden, want mijn goede vriend Billy heeft een klein beef met de enige echte, dus David. Dus ik dacht, ik kom even mee op in die beef en ik help mijn Billy. Hopelijk herkennen jullie de beat. Ik heb natuurlijk twee diss-tracks over hem gemaakt. Daar van deze twee diss-tracks kan je nu even kort een stukje zien. Jetterman, ik zet die diss-track af. Ik luister nog liever naar mijn hond geblaf. Je beledigt die YouTubers met meer subs dan jou. Alleen Jeremy reageert, de rest laat je staan in de kou. It's my accident. Jettertje, jettertje aan de wand. Wie is die Belg uit Zuid-Nederland? Met je zachte G, wat is je talent? Je bent niet te verstaan met je Vlaamse accent. DDG kan met 30 views komen. Jij niet, alleen in je dromen. Jetter de King, wie is hier de beste? Geef een high five en kijk wie er flesten. Jetter staat natuurlijk bekend omdat hij zelf ook diss tracks maakt. En het is altijd grappig dat het handige aan iemand die diss tracks maakt, is dat je gewoon zijn diss tracks 10.000 keer luistert. Dan heb je heel veel lines in je hoofd. Dan steel je de helft van hem. Dat neem je over naar je eigen diss track. En dan ga je zomaar een diss track maken op iemand anders. Dat heb ik nu een stuk of 3 keer gedaan. Ik zal even wat voorbeelden geven. Dat kunnen jullie nu even zien. DHD is wel bekend, maar niet door jou. Het is door je team. Aangepast werd het subliem. Je bent niet bekend om jezelf, maar om je team. En als je meer diss-tracks wilt zien, dan abonneer je op mij. En Jetter, bedankt dat je kijkt. Abonneer op mij en doe zeker een like. Je hebt Kingdom, The Prison en Mindtopia is shit. Want wie wilt er nu een pay-to-win versie van The Sims? Maar ik volwassenen doe eens wat slims. Mindtopia is een pay-to-win versie van The Sims. Oké, dit allemaal goed, kort en wel. Het is je heel erg gegund. Ik vind echt zeker wel dat je dat heel erg verdiend hebt. Ik vind het mooi dat je in die video zelfs zegt dat je het andere YouTubers veel meer gegund had dan jezelf. En dat je dan in de reacties nog een hoop YouTubers hebt gezet waarvan je zegt van die vind ik dat zij het meer verdienen dan ikzelf. Mooie boodschap, maar ik vind zeker dat jij het verdiend hebt. Je diss-tracks zijn altijd gruwelijk. Ik ben geabonneerd. Ik ben al heel lang geabonneerd. En ik ben heel erg trots op je. Ga lekker door. Blijf doen wat je nu doet. Maak lekker veel video's. En ik verwacht nog steeds een drive-by van je. En Jetter, ik zie je later weer. Tot later.